Een vergeten stad in het midden van Frankrijk waar de middeleeuwen op iedere hoek van de straat tot leven komen. Vanuit Nederland doorkruis je Parijs op weg naar geschiedenis, oudheid, maar ook om de bekende macarons te proeven. Met de auto ben je er makkelijk in 7 uurtjes. Ik ben in Poitiers. De beste manier om je dag te beginnen hier in Poitiers is natuurlijk op een van de vele terrassen. Daar ontkom je hier echt niet aan. En dat geeft me meteen de kans om eens eventjes te gaan kijken wat we allemaal gaan doen. Poitiers is een hele kleine stad met ontzettend veel historie die je aan je culturele hart natuurlijk niet voorbij mag laten gaan. En vandaag laat ik je de stad zien op een hele moderne manier, namelijk met de Segway. Als eerste bezoeken we Palais Justice. Mooi, hè? Deze voormalige woning, waarvan dit de woonkamer was, is vandaag de dag het Paleis van Justitie, waar iedereen even een kijkje kan komen nemen. Kijk, dit is de Saint-Porchère. Is gebouwd in 1100 en er zit een bel, een hele antieke bel in daarboven. En die wordt maar 2 keer per jaar geluid. En dan nu de Notre-Dame. Zowel binnen als buiten is de Notre-Dame een absolute must-see. Bijzonder zijn de Bijbelse beeltenissen aan de buitenkant. En binnen zie je de imposante bouwstijl en vallen de vele prachtige details op. Ik zit nu in de Notre-Dame la Grande en dat is een van de bekendste kerken hier uit de stad. En wat ik zelf wel heel erg bijzonder vind is dat het hier heel duister voelt. En best wel een beetje spannend overal. Het is een heel ander gevoel dan ik in normale kerken heb. En dan het pronkstuk van Poitiers, de kathedraal Saint-Pierre. Dit orgel hier achter mij is een van de beroemdste en mooiste orgels uit heel Europa. Want het is het laatste instrument gebouwd in het Franse Ancien Régime. Dat wil zeggen nog voor de revolutie. Als je hier bent, neem dan wel even de tijd om alle glas- en loodramen uit de 12e eeuw te bekijken. Want die vertellen allemaal een heel bijzonder verhaal. Het woord paraplu komt natuurlijk van het Franse woord parapluie. En hier hebben ze zelfs een speciaal winkeltje vol met paraplu's. Nou, als Nederlander moeten we daar natuurlijk even langs. Ze maken hier al sinds 1882 zelf alle paraplu's. En als je er hier eentje koopt, dan is het super exclusief, want ze maken er maar 10 of 12 van dezelfde stof. Ze repareren hier zelfs paraplu's. Waarom hebben we dat in Nederland eigenlijk niet? En ook in Poitiers heb je een Franse markt waar je alles kunt vinden en eten. Oh ja, dit heb ik gelezen. Dit is een lokale specialiteit, broyé d'Angélique. Het ziet eruit als een soort enorme boterkoek. En na een uitgebreide tour door deze gemoedelijke stad kun je overal wel even ontspanning vinden. Ik heb nog een tip voor jullie. Als je net als ik veel van groenten houdt, zal je merken dat je naast je gerecht heel vaak patat krijgt in plaats van groenten. Dat komt omdat je er hier om moet vragen. Dus dan zeg je gewoon, je voudrais des légumes, s'il vous plaît. Als je de volgende keer naar Zuid-Frankrijk rijdt of Spanje, laat dan de borden naar Poitiers niet aan je voorbij gaan. Met een overvloed aan terrasjes, op elke hoek van de straat wel een culturele bezienswaardigheid en een hoop jonge, hippe inwoners, is deze stad echt de place to be.